Wij hebben gezegd, we gaan alles wat zich aan onzuiverheid aandient, in de goudsector, in de houtsector, allemaal aanpakken. We hebben een commissie orde in de goudsector. Die heb ik onder verantwoordelijkheid van de vicepresident geplaatst. Huh. Dat loopt niet zoals wij dat in die tijdlijn hadden afgesproken. Het staat op agenda aanstaande woensdag. Omdat nu ook, en ik, in het voorprogramma hoorde ik nog, ik denk dat meneer Van der Sande het over had, namelijk onze Mutual Evaluation rapport. Ja, we zijn bijzonder blij dat we niet in die risky area terecht zijn gekomen. We hebben nog een paar maanden, 7, 8 maanden, om te zorgen dat we daar niet terechtkomen. En één van de sectoren is die ordening van die goudsector. Eén van de sectoren... Met de vicepresident, zei u? Nee, met de regering. En we gaan het doen. We gaan het nu scherpen, omdat als je dat niet aanpakt, niet transparant maakt, die geldstromen niet, dan heb je een negatieve beoordeling daar. Die opmerking die ik maakte over herstructureren van de goudsector. De vicepresident heeft belangen daar. Iedereen hoort dat te weten. Mag ik aanvullen alsjeblieft? Het lijkt op Luku, pot poespoesie Luku Merki. In de hout. Ja. Zonder met disrespect naar de vicepresident te willen spreken. Hij heeft zijn functie en het volk heeft hem gekozen. Ja, maar, en wij accepteren dat. Maar het is toch evident, bekend. En hij heeft het zelf bekendgemaakt dat hij belangen in de goudsector heeft. Dat hij... en dan hoe ga je hem vragen? Laten we het nog zuiverder zeggen. Want nu zit ik als president. Nu zie ik wie die concessionarissen zijn. Nu zie ik wie die concessiehouders zijn. Ja. Er zijn meerdere andere politici die ook belangen hebben daar. Absoluut. Okay? Hij is niet de enige. Akkoord. Dus maar dat, two wrongs doesn't make one right. Maar laten we... Dat weet ik. Maar daarom zeggen we... Laat niet omdat er hier gezegd wordt alleen hij. Maar laten we direct zeggen, het zijn meerdere. Nee, niet alleen hij. Tweede is namelijk dat we als regering beslissen hebben... die sector moet geordend worden. Ongeacht wie daar belangen heeft. En die ordening gaat komen. Als je geen ordening brengt, dan moet je accepteren... dat maar je wie gaat het doen? De regering gaat het doen. Er staat op agenda aanstaande woensdag concessiebeleid. Waaronder goud. Want wij hebben nog 6 maanden te gaan. Naar november waar we beoordeeld gaan worden. En dit is een van de sectoren wat onder de loep genomen zal worden. Niet meer door de Caribbean Financial Action Task Force. Door die Financial Action Task Force. Vanuit de G7 landen. Dus we moeten rekening houden dat ook die internationale gemeenschap. Maar als je denkt zo door te gaan, want dit is één norm, namelijk dat je die evaluatienorm haalt. Maar die tweede norm is namelijk het Minamata-verdrag. Als jij denkt zo door te gaan met die exploitatie van je goud door kwik te gebruiken, ja, dan wordt er een verbod gelegd door de wereld dat er geen enkel goud van je buiten Suriname mag komen. Is er een structuur om vast te stellen wie allemaal de concessie... goudconcessiehouders zijn. Alle gegevens zijn er, maar wat krijg je? Allemaal NV's. NV's, ja. NV's, NV's. En nu komt het. Dat er zelfs geadverteerd wordt op de social media. Dat men concessies verkoopt. Niet die concessies fysiek worden verkocht, want dat is verboden. Die NV's. Die aandelen worden verkocht. En als je niet oppast, komen heel wat van onze concessies in handen van buitenland. En dat is de strijd met onze soevereiniteit.